Burgemeester Hubert Bruls heette vrijdagochtend meer dan 15 collega's uit Europa welkom in de Stad Schouwburg. Hier tekenen zij een document dat oproept tot het ondernemen van actie op het gebied van duurzaamheid. Zo moet het niet alleen steden, maar ook landen aansporen om actie te ondernemen, volgens de burgemeester. Met deze call for action spreken we ons commitment uit als steden om duurzaamheid stap dichter te brengen. Een heleboel bekende doelstellingen zijn opgenomen. Wat ik zelf heel belangrijk is, dat we ook een appel doen, niet alleen naar onszelf, maar ook op landen, hè, om actie te nemen. En we bieden aan onze ervaring die we hebben, hoe we onze burgers kunnen betrekken bij beleid. De burgemeesters geven hier ook mee aan om een helpende hand te reiken naar andere steden. We kunnen goede voorbeelden laten zien, soms ook slechte voorbeelden, want daar kun je vaak nog meer van leren dan de goede voorbeelden. We hebben natuurlijk heel veel expertise opgedaan als Green Capitals. Ik bedoel, die groene hoofdsteden van Europa zijn dat niet voor niets geworden. Die hebben al laten zien dat ze op duurzaamheid stappen hebben gezet. En onze medewerkers, onze bestuurders, onze burgers die initiatief hebben genomen, die kunnen natuurlijk hun ervaringen delen met anderen. Dus zo kun je elkaar helpen. Klimaatjournaliste Bernice Notenboom sprak de aanwezigen toe over de huidige stand van klimaatverandering. Sommige mensen reageerden verrast. Wat ik hoor dus is dat iedereen echt iets heeft van, oh jee, ik wist niet dat het zo erg was. Hè? Dat hoor ik altijd. Ik denk dat iedereen het wel heel duidelijk is dat we gewoon niet langer kunnen wachten. En dat je echt gewoon ook moet gaan zorgen dat je een proces van adaptatie doet. Niet alleen proberen je CO2 te verminderen. Het is en-en, het is beide. Het is heel belangrijk dat steden dit gaan doen. Maar echt gewoon uberbelangrijk. Of de oproep tot actie meer is dan symboliek, moet volgens burgemeester Bruls nog blijken. Het wordt in ieder geval gepresenteerd aan de wereld in december. We zullen dat moeten zien. En in eerste stap is in ieder geval natuurlijk voortgaan op de weg die we gaan. En we gaan in december het document ook aanbieden aan de wereldgemeenschap en de Europese Commissie. Die komt namelijk in Polen bij elkaar samen. Elk jaar komen alle landen van de wereld bij elkaar om te kijken hoe ver zijn we nu met onze afspraken op het gebied van duurzaamheid. Afspraken van een paar jaar geleden uit Parijs. Mensen kennen die akkoorden wellicht nog. En wij gaan daar laten zien dat wij steden daar een hele belangrijke hulp kunnen bieden. En wat ik al zei, we hebben heel veel ervaring opgedaan met projecten. We weten hoe het met burgers werkt. We hebben goede voorbeelden. We hebben voorbeelden gezien waar het mis gaat. En die ervaringen hebben landen en een heleboel landen in de wereld helemaal niet. En wij kunnen dat aanbieden.